In deze video heel snel een eerste impressie van de Mercedes EQV. En dat is de blauwe die hier in beeld komt. Het is eigenlijk volledig gebaseerd op de V-klasse en de V-klasse op zich. Je hebt, dat is eigenlijk de luxueuze versie van wat dat Vito is. En een Vito is een kleinere kabinet die zich situeert tussen de Citan die eigenlijk hier niet op beeld staat en dan helemaal links staat de Sprinter, dat is dan natuurlijk de grootste. De Vito en de V-klasse zijn qua, en de EQV daarmee ook, zijn qua buitenafmetingen volledig identiek. Je hebt ze wel in twee maten beschikbaar, de L1 en de verlengde versie. Maar buiten dat verschil is de overstap van Vito naar de V-klasse vooral te zien in het grote verschil in luxe. Dit is hier zo'n voorbeeld van de langere versie. Je ziet dat er tussen die schuifdeur en de achterwiel meer ruimte is. Dus deze is iets van 30 cm langer in totaal, met dus ook een langere wielbasis. Ook voor de EQV, de elektrische versie, is beschikbaar. In beeld is het interieur van de Vito. En dan zie je dat dat veel eenvoudiger afgewerkt is. Op zich, dit zijn nog altijd comfortstoelen. Je kan dezelfde stoelen, je kan ook draaistoelen krijgen naar fabriek hier trouwens. En dan hier achteraan zie je de opties, heb je een driezitsbank, dat zijn, deze had twee driezitsbanken. Maar je kan ook in configuraties met enkele stoelen samenstellen volgens dat je wenst. Als je dan toch voor die banken gaat, kan je hier zien hoe dat je een van die stoelen kunt opvouwen om naar binnen te kunnen. En dan daarachteraan zie je die enkele stoelen configuratie. Je kunt die enkele van voor en de bank van achter, of je kunt vier enkele steken van achter. Je hebt verschillende opties. En hier zie je dan duidelijk het verschil van interieur met de V-klasse. Dit is een V-klasse. EQV heeft een vergelijkbaar interieur. Dus dat valt meer samen met het interieur van de personenwagens van Mercedes. Maar nu dus de Vito, beschikbaar volledig elektrisch, dan heet dat de E-Vito. Hetgeen dat we daarnet zagen in het begin van de video is de EQV, dus de luxe versie daarvan eigenlijk. Die heeft een accu van 100 kWh, daarmee kun je rond de 300 km, in het beste geval 350 km rijden. En die heeft een 100 kW lader, dus dat betekent dat je die 100 kWh in 1 uur kunt volladen als je een snellader vindt die 100 kW kan leveren. Bij de E-Vito, daar kun je kiezen personenvervoer of lichte vracht, plus dat je ook kunt kiezen tussen de 40 kWh accu of de 100 kWh accu. Het voordeel van de 40 kWh is dat die lichter is, waardoor dat je dus veel meer laadvermogen overhoudt. Alleen heb je dan ook wel een veel korter bereik van eerder rond de 150 km. Terwijl dan natuurlijk de E-Vito met dezelfde 100 kWh accu van de EQV ook een bereik van 300 tot 350 km haalt. Dit is nog een voorbeeld van de kofferruimte en dan die achterklep die gaat naar boven open. Het raam kun je wel ook als optie afzonderlijk open krijgen. En dan ja, natuurlijk de langere versie kun je een extra bank achterin plaatsen en of heeft een grotere koffer naar gelang dat je indeelt.